We zijn hier vandaag in Sunparks in Mol met de 12 kersverse finalisten van Mr. Gay Belgium 2018. Tijd om ze beter te leren kennen. Ik heb hier naast mij Nick. Dag Nick. Dag Jamie. Je mag jezelf eventjes voorstellen. Ik ben Nick, ik ben 21 jaar, ik woon in Eeklo. Ik werk als polyvalent verzorgende bij Familiezorg. En ik heb meegedaan aan... ik doe mee aan Mr. Gay Belgium, omdat ik nog een heel groot probleem zie in het adoptieproces hier in België. Het proces duurt veel te lang en brengt heel veel onzekerheden mee voor de adoptieouders. Ze krijgen niet de juiste statuten tijdens de sperperiode, tussen de officiële adoptie. Dat kan oplopen tot 2-3 jaar, waarbij dat de biologische ouders nog steeds het recht hebben om te zeggen ik wil mijn kind terug, wat dat eigenlijk niet kan. Ik vind dat de adoptieouders in die periode een statuut zouden moeten krijgen als pleegouder, zodat ze ook dezelfde dingen kunnen beslissen dat de biologische ouders kunnen beslissen. Veronderstel dat je dan ook zelf een kind wilt adopteren? Ja, zeker en vast. Ik wil, mijn droomscenario is om 2 kinderen te hebben later, maar ik ga beginnen met eentje, zien hoe dat loopt. En dan... Goed, ik ga je nu gewoon een paar verschillende keuzevragen stellen. Jij moet gewoon antwoorden met het een of het ander, zo snel mogelijk. Okay. Uitgaan of thuis zitten met vrienden? Uitgaan. Zwart of wit? Zwart. Rond of vierkant? Rond. Waarom? Omdat dat blijft gaan, dat stopt niet. Het heeft genoeg, het blijft gaan. Voor altijd. Eeuwig en eeuwig en eeuwig en eeuwig. Oké, misschien een iets diepere vraag. Stel je voor, je mag een autobiografie schrijven over je leven. Wat zou de titel daarvan zijn? Ik blijf gaan zonder morren. Dat is inderdaad een zeer diep antwoord. Om af te sluiten, heb je nog een levensmotto? Elke dag leven gelijk dat uw laatste is. Oké, dankjewel Nick.